Binnen het Internet of Energy project is het wel duidelijk dat er heel wat stakeholders betrokken worden en niet in het minst de consument. En dat horen wij natuurlijk graag, want het is vooral die eindgebruiker die we zullen moeten meekrijgen. Als je van in het begin rekening houdt met de noden en bekommernis van een eindgebruiker, ja, dan is dat cruciaal voor de ontwikkeling van diensten, van producten binnen de energietransitie. De meerwaarde van het project wordt uitgedrukt in de naam en het merk. En ik vind het een schitterende naam. Internet of Energy. Aan de ene kant het internet, de digitalisering, de digitale meter en al die nieuwe toepassingen die we vandaag nog niet kennen, combineren met energie, energieverbruik, efficiënt, effectief en duurzaam. Die twee met elkaar combineren, dat zal een stuk van onze toekomst zijn voor meerdere generaties.